Goedemorgen, mijn naam is Suzanne Slob en ik ben werkzaam als dialyseverpleegkundige in het dialysecentrum van het Maastricht Ziekenhuis. In deze video ga ik jullie meenemen naar het echogeleid aanprikken van de shunt van het dialysepatiënt. Ik ben mevrouw Royer, ik ben 63 jaar. Ik kom 3 keer in de week hier in het Maastricht Ziekenhuis om te dialyseren. Ik dialyseer ongeveer 4 uurtje per dag. En daarna ga ik naar huis met de taxi. Mevrouw Royer krijgt haar dialysebehandelingen 3 keer per week in het ziekenhuis. Haar nieren kunnen zelf niet meer de afvalstoffen reinigen uit het lichaam. Zij krijgt haar dialysebehandelingen over een shunt. Een shunt is een verbinding tussen een ader en een slagader die operatief wordt aangelegd. De shunt van deze patiënten ligt best diep, dus we gebruiken het echoapparaat om de shunt aan te prikken. Omdat de kans op een mispunctie aan de shunt veel groter is als we geen echo zouden gebruiken. Dat willen we natuurlijk niet. Meteen we de naald in het vat zitten, dus dan weten we dat hij goed zit. De bovenste naald wordt precies hetzelfde. De shunt goed in beeld voor het aanprikken. En we zien dat de naald in het vat zit. Nu we 2 naalden hebben, kunnen we de patiënt aansluiten op de dialysemachine. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je nog vragen? Laat ze dan achter in de reactie.